Gorinchem ligt op het kruispunt van de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Vanuit Holland is zij de zakelijke invloed in de vorm van een prima winkelbestand. Gelderland spiegelt zich in de landelijke omgeving en de Brabantse gezelligheid uitzicht in het grote aantal horecagelegenheden. De verdediging van Gorinchem met stadswallen dateert uit het begin van de 17e eeuw. 9 bastions, 2 bolwerken, 4 poorten en een brede vestinggracht. Deze vestingwerken zijn nog bijna volledig intact, maar van de stadspoorten is alleen de Dalenpoort overgebleven. Gorinchem is daarmee samen met Bourtange de laatste stad met een vesting in oude staat. Vanaf de punt van dit bastion is de noordelijke beer te zien. Een beer diende als waterkering. Tussen de ene en de andere kant is een verschil in waterhoogte. Ooit stonden op de vestingwallen van Gorinchem wel 17 molens. Molen Nooit Volmaakt is één van de 2 overgebleven exemplaren en dateert in zijn huidige vorm uit 1763. In 1889 brandde de molen helemaal uit. Voor de reparatie werd gebruik gemaakt van delen van een andere walmolen die kort daarvoor was afgebroken. Toen kreeg de molen ook de naam Nooit Volmaakt. De Grote Markt is sinds de middeleeuwen het hart en de belangrijkste ontmoetingsplaats van Gorinchem. Van 1437 tot 1994 heeft Gorinchem op de Grote Markt een stadhuis gehad. Het oude stadhuis werd in 1859 afgebroken en maakte plaats voor het gebouw dat er nu nog steeds staat. Nu hebben het Gorinchems Museum, de VVV en een horecagelegenheid er een plaats gevonden. Voor het stadhuis staat sedert 1898 de Wilhelminafontein, bestaande uit een zuil waarop een vrouw met palmtak en lauwerkrans staat. Zij staat in een bekken dat wordt gedragen door 2 reigers en 2 dolfijnen. De hoofdwacht was vanaf 1712 het militaire hoofdgebouw van de stad. In 1790 kwamen 2 huizen aan de Grote Markt vrij. Deze werden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe hoofdwacht. Die plek was veel beter, aan het belangrijkste plein van de stad tegenover het stadhuis. De hoofdwacht is het oudste gebouw aan de Grote Markt. Het heet nog steeds de hoofdwacht, maar nu heeft het geen militaire, maar een horecafunctie. Dit Hugo de Grootpoortje is een overblijfsel van het huis De Gulden Roos. Nu wordt er bier en cola naar binnen gedragen. Maar in 1621 was het Hugo de Groot die door dit poortje in een boekenkist naar de woning van koopman Adriaan Daetselaar werd gedragen. Hij was in deze kist ontsnapt uit Slot Loevestein, waar hij gevangen werd gehouden. Wat later kwam hij, als arbeider verkleed, weer naar buiten gelopen en wist zo definitief naar Parijs te ontsnappen. Aan de Groenmarkt staat de grote kerk met de grote toren. Van circa 1450 tot 1517 bouwde men aan deze gotische toren. Tijdens de bouw verzakte de onderste geleding, waarna de tweede en de derde er loodrecht op werden gezet. De toren staat aan de zuidzijde, waar een zonnewijzer zit, 1,5 meter uit het lood. Het is duidelijk te zien dat de toren ouder is dan de kerk.
In 1844 werd de gotische kruiskerk wegens bouwvalligheid afgebroken. In 1851 kwam de huidige hervormde kerk gereed naar een ontwerp van Isaac Warnsinck. De kerk is een typerend voorbeeld van de 19e eeuwse kerkbouw met een nagenoeg origineel interieur. In 1925 werd in de kerk een marmeren beeld ontdekt dat onder de vloer was begraven. Dat was het grafmonument van Wilhelmina van Paffenrode van Arkel, die getrouwd was met de drossaard Jacob van Paffenrode. Zij overleed in 1628. Dit gasthuispoortje en de achterliggende gasthuisgang gaven vroeger toegang tot het middeleeuwse gasthuis. In dit gasthuis wierden zowel oude arme vrouwen als mannen eerlijk onderhouden en bezorgd van hetgene tot levensonderhoud nodig was. Het poortje is gebouwd tussen 1525 en 1550 en niet, zoals de gevelsteen doet vermoeden, in 1391. Het huis Dit is in Bethlehem heeft een bijzondere gevel gemaakt in de bouwstijl van de Renaissance. Het stamt uit 1566. In 1910 vond de restauratie plaats waarbij de gevel weer teruggebracht werd in de oorspronkelijke vorm. De grote ramen maakten weer plaats voor kleine vensters met kruiskozijnen en glas in lood. Ook werden de luiken teruggeplaatst. De gevel ziet er feestelijk uit. Op de eerste verdieping loopt over de hele breedte een fries met vechtende ruiters. Op de band daaronder staat de spreuk: Vrees den Heer, doet hem eer, want een dag van sterven haast hem zeer. Met het jaartal 1566. De gevelsteen met de tekst Dit is in Bethlehem toont Christus in de stal met de herders.